beste Johan Lok en Nick Dijkman van het blad Het Weekend. Ja, ik spreek jullie eventjes aan met deze, vandaar deze link. Want wat is er namelijk aan de hand? Vol spanning kijk ik natuurlijk weer naar een nieuwe editie van Het Weekend. En wat zie ik daar? Een mooi artikel over hoe echt het zijn reality stars. Misschien zijn het wel acteurs. Misschien zijn ze op die manier wel door de auditie gekomen. Of zouden ze inderdaad door meneer de Mol er zelf stiekem ingestopt zijn. Kijk, dat jullie gewoon je werk doen. Dat wij graag met ons kop op. Wij, ja, inderdaad wij. Want... Misschien had je het nog niet door, maar dat ben ik. Tuurlijk, wij willen graag met ons kop op tv. En jullie moeten daarover schrijven. Dat is jullie werk. Dat is ook helemaal niet erg. Dat is alleen maar goed zelfs. Alleen... Doe het dan ook wel een beetje. Dan heb ik wel zoiets van, als je dan wat schrijft, zorg in ieder geval dat het waar is. Of check je bronnen in ieder geval. Maar niet zomaar klakkeloos iets van het internet overnemen. Want volgens jullie heb ik meegedaan met maar liefst 3 reality shows. Nou, waarvan 1 afkicken, altijd geweldig leuk om aan herinnerd te worden. 2 tiramie. En volgens jullie ook aan achter gesloten deuren. Kijk, dat jullie het aannemen als waar, dat vind ik al erg genoeg. Want het staat namelijk op een forum van al een paar jaar geleden op het zwangere vrouwenvorm, zwangere vrouwenforum. Ja, ik denk, zeg het gewoon nog een keer. Dat zegt natuurlijk al genoeg. Schrijft 1 iemand, zegt, ja, ik ken hem ook van achtergesloten. Jullie nemen het aan. Ik heb er nooit mee gespeeld. Denk ik, weet je, ik kan natuurlijk ook vragen, gaat rectificeren en dat soort dingen. Maar wat ik nou een beetje jammer vind. Kijk, heel erg moeilijk is het niet om mij te vinden. Je doet mijn naam intikkelen in Google. Je komt op de Ik ben Gert Jans uit, wat dan ook al uit. Ik heb namelijk na het programma bijvoorbeeld van Afkicken jarenlang problemen gehad. Dat als ik mijn naam intik in Google, dat ik werd gezien als een junk. Ik kwam niet aan een baan. Kijk, dat is nog een interessant verhaal. Wat doet het nou met een reality star afterwards? Kom je er nog vanaf van het stigma? Ik denk, het is toch een beter verhaal als dat je gewoon dingen over gaat nemen. En het klopt helemaal niet. En het is zo makkelijk. Ik bedoel, weet je Johan, je komt uit Krommenie natuurlijk. Je zit al jaren in het vak. Ik bedoel, nou, daar hoeven we geen grapjes over te maken over Krommenie. Die zijn er al genoeg gemaakt. En dan hebben we Nick natuurlijk. De wat jongere hond van de twee. Natuurlijk ook verslaggever. En weet je, een beetje voetbalgek ook. En het mooie wat ik toch eventjes, en ik citeer, als een van zijn favoriete citaten is. Dat is het mooie van het hele verhaal. Daar komt hij hoor. Mooie woorden zijn niet altijd waar. En ware woorden zijn niet altijd mooi. Kijk, wat mooi was. Dus eigenlijk jullie vragen, joh. Bel me dan, mail me dan even. www.ikbengetjan.nl, www.theparkwas.nl of wat dan ook. Misschien nog eens een goed verhaal. In plaats van gewoon onzin klakloos opnemen. Want hierdoor, weet je, zo kan iedereen journalist worden. Ik bedoel, als ik gewoon de forums en de meningen van die mensen erin ga zetten, zo kan ik gewoon een heel blad vol schrijven. Yes, gewoon even een tip. Niet verkeerd bedoeld. Maar op deze manier, jongens, wens ik jullie een fijn weekend. Mooie woordspeling weer. Doei.